Hallo lieve mooie mensen, welkom bij Diabetes Live Lunch. En lieve mooie mensen zijn natuurlijk de woorden van Wietske, die normaal gesproken ook dit zou openen. Maar Wietske is er vandaag niet. Wietske geniet ontzettend van een welverdiende vakantie op Terschelling. Wietske, als je kijkt, proost, geniet er lekker van. We nemen het hier over. We gaan vandaag een heel belangrijk onderwerp aansnijden. Een onderwerp dat iedereen zal herkennen. Een relevant onderwerp waar we de komende weken mee aan de slag gaan. Dus kijk vooral, stel je vragen ook hieronder. Deel als je het herkent of tag mensen die dit zouden moeten luisteren. Wietske en ik, Wietske is er dus niet, maar Loes neemt het over. En het is mijn eerste keer dat ik dit dus doe. Dus ik ga proberen om Loes er nu bij te halen. Dus blijf vooral kijken, like het, deel het, stel alvast je vragen. En dan ga ik Loes erbij halen om dit onderwerp met jullie te gaan bespreken. Goed is, komt ze er nu bij. Loes, ben je er? Want we hebben iets heel goeds wat we willen gaan bespreken. En daar is ze. Hey, yay! Jij zit er volgens mij net zo ontspannen bij als ik. Lekker. Ja, ik moest even. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Maar bij ons, bij de buren, zijn ze de tuin aan het leggen. Dus allemaal tegels aan het slijpen en zo. Dus ik ben ook verhuisd. Ik heb alle deuren dicht gedaan. Ik zit ook even op een ander plekje waar goede wifi is. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. We hebben iets heel belangrijks te delen, Loes. Wil jij daar, ja. Voor de mensen die het hebben bekeken, die ons volgen op de socials, die hebben daar al iets over voorbij zien komen. Dat ging vanmorgen al live. Ik dacht dat ik de aftrap, dat we dat hier zouden doen, maar het is al live gegaan. Dus voor de trouwe volgers, die weten waar het over gaat en die zullen dit herkennen. En voor de mensen die nu aanhaken, ja, we gaan het maar vertellen, Loes. Ja, kom maar door. Nou ja, en de aftrap doen wij natuurlijk wel in een live even om de hele actie nog wat meer context te geven. Want als je inderdaad al op onze feed hebt gekeken vanochtend, dan heb je hem voorbij zien komen. De plastic diabetes soep. En even vertellen denk ik hoe en waarom we hier aandacht voor gaan vragen. Want wij wilden heel graag een item aansnijden waarvan we merken dat het bij veel mensen speelt. Waarmee we aandacht voor een groter probleem vragen. En wat misschien ook wel nog heel onzichtbaar is voor veel mensen die niet elke dag met diabetes type 1 bezig zijn. En je moet je dan voorstellen, ik had een brainstorm gepland met ons team social. Want dat is, mag ook wel even genoemd worden. Hè? Dan zitten we dus met Sjoerd, Yvonne, Kim, Anouk, Suzanne. Dan zitten we dus samen in een call. Zo waardevol, iedereen die met ons meedenkt. Al onze topvrijwilligers. Dus vanaf hier ook een dikke dankjewel. Maar dan zitten we dus te brainstormen. Denken, ja, wat speelt er nou? Waar kunnen we echt meerwaarde in bieden om aandacht voor te vragen? En we kwamen eigenlijk al heel snel op de plastic diabetessoep. Al het afval dat wij moeten gebruiken, zeg maar. En wat je telkens bij een infuuswissel, een nieuwe pomp, een nieuwe sensor. Nou ja, noem het maar op. Maar je hele tafel ligt vol met troep. En we merken gewoon dat, ik zie het aan mezelf, ik krijg daar zelf ook steeds meer moeite mee. Het is echt iets waar ik misschien jaren geleden veel minder bij stilstond dan nu. Maar het speelt wel enorm. En we dachten, nou, als we eens aandacht gaan vragen voor dat probleem, dan... En we kunnen het ook zorgbreed trekken, hè? Want er is natuurlijk sowieso in de zorg, en dat heeft ook allemaal zijn redenen, dat het op bepaalde manieren verpakt moet worden. Maar nou, ik heb al even wat voorwerk gedaan, want ik wist natuurlijk dat deze actie eraan ging komen. Laat zien. Dus dit is de emmer die ik aan het vullen ben. Wacht, ik ga hem even... Nou ja, en het is dit... Nou ja, hier zit mijn Dexcom inserter in. Dat is dus echt een mega groot ding. Maar wat ik dan nog het allerergste vind, dan is dit zo'n supersonisch apparaat. En dit gebruik ik één keer. Ik
ik zet die sensor erop, ik druk op de knop en dan woep, weg ermee. En daarvan denk ik echt, ja, kan dit nou niet anders? Dus we willen aan de ene kant laten zien van wat realiseer je is, hoeveel afval het hebben van de chronische ziekte als diabetes met zich meebrengt. Maar ook de industrie wakker schudden van, hey, hebben ze even aandacht hiervoor? Kan dit nou niet anders? Ja. En dat gaan we de komende maand, 15 juni tot 15 juli, gaan we daar op verschillende manieren aandacht voor vragen. En de eerste oproep is dus, neem zo'n emmer, neem een doos waar je kwartaallevering in krijgt. Een tas, you name it. En ga eens verzamelen. En ook, ik moet zeggen dat ik die al twee keer ben vergeten. Lege flesjes AA. Ik had een weekend met 6 hypo's. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar die emmer had al vol kunnen zitten als ik ook dat bewaarde. Maar dat is natuurlijk ook afval wat met je diabetes te maken heeft. Ja, het is natuurlijk aan de ene kant natuurlijk een ontzettende spagaat. Je bent dankbaar voor het feit dat je het mag, dat je het hebt en kunt gebruiken. En anderzijds zie je het elke dag aan je voorbij gaan. Dan is het natuurlijk ook best wel confronterend dat je ziet van je gooit het ook gewoon met gemak weg. En je kunt wel afval scheiden, maar we weten wat er gaande is. En het is natuurlijk ook in het groter belang. Dus dat vind ik wel echt wel een dingetje om mee te nemen. En ook die bewustwording. Het is ook goed wat je zegt, dat de industrie is er wel mee bezig. Maar het is ook goed om die awareness te krijgen en dat het verhaal verteld wordt. Want misschien achter de schermen wordt er al heel veel gedaan om het te compenseren of op een andere manier bij te dragen aan het milieu. Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om daar wat meer over te gaan horen. Ja, zeker. Ja. Want laat ook even in de comments weten als je kijkt of luistert. Nou, Yvonne zegt, mijn boodschappenkrat die staat al klaar. Ja, die ga je echt wel vol krijgen volgens mij. Ja. Maar laat even weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Sta je daarbij stil überhaupt bij al het afval wat de diabetes met zich meebrengt? En kijk, wij spreken natuurlijk ook heel veel mensen uit de industrie. En dat is de eerste groep eigenlijk die we hierbij willen betrekken van oké, dit is wat ik elke maand verzamel. Kan dat nu niet anders? En we zijn nog bezig met de laatste details. Maar als het goed is, gaan we volgende week donderdag in de Insta Live Lunch gaan we met een aantal bedrijven in gesprek. En wat namelijk het mooie is in de voorgesprekken die wij hebben. Iedereen kent dit probleem. En er zijn ook echt veel bedrijven die echt dat duurzame heel hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat zien wij niet. Dus er aan de achterkant gebeurt heel erg veel. Alleen als gebruiker heb je daar totaal geen notie van. En ik hoop echt dat er volgende week een paar partijen kunnen aansluiten om ons ook daar meer over te vertellen. Ja, ja. Mag er ook een hele grote omdoos in die emmer of in die tas? Wil je daar iets over kwijt, Kast? Nee, ik kreeg laatst, en dat is misschien ook iets wat je herkent. Ik had twee dingen. Toen we hierover aan het praten waren, was ook die extra bewustwording dat je. En misschien like het hieronder als je net zo'n diabetes la hebt als ik. Gewoon met al je spulletjes erin. Maar daar liggen ook allemaal dingen in die je misschien niet meer gebruikt. En daar wilde ik ook zo graag iets mee. Dus dat we daar dat gaan verzamelen. Maar ik kreeg een kwartaallevering. En de ene doos was heel zwaar. Er waren twee van die joekels van dozen. En die andere was heel licht. Dat is heel apart. En die maakte ik dus open. En jawel hoor, één megadoos met één pakje lancetten. En toen ben ik eens gaan bellen. Van ja, maar waarom? En misschien staat dat los op orders. Of is een order verkeerd gepikt. Of wat dan ook. Maar ik realiseerde me ook, die lancetten. Ik gebruik ze bijna niet meer. Want ik heb met Freestyle Libre. En toch, weet je, dan wil je het aangeven bij een leverancier. En dan in de waan van de dag vergeet je het. Of je hebt het een keer gemeld, maar het is niet uit het systeem gehad. Krijg je weer geleverd. En ook aan die kant is er natuurlijk best wel. Vind ik zonde als je een hele joekel van een doos krijgt. En anderzijds, ja, hoe mooi is het als we straks dingen kunnen gaan verzamelen. Om daar ook iets mee te gaan doen. Dus de spulletjes. Ja. Wat je zegt is wel waar. En we weten hoe het gaat. Hè? Die kwartaalbestellingen. Dat is natuurlijk superhandig. Want je hoeft nooit meer ergens over na te denken. En je krijgt dat gewoon binnen. Maar nu steeds meer mensen een sensor dragen. Is precies wat je zegt. Die lancetten en ook die teststrips. Nou goed, teststrips is nog een discussiedingetje. Hè? Dat hebben we natuurlijk laatst over gehad. Maar
je krijgt ze. En je krijgt, ik heb het met batterijen bijvoorbeeld. Die zitten standaard bij de Omnipot. Nou, ik krijg ze niet op hoor. Maar je krijgt ze en dan denk je, oh ja, ik moet even bellen, zodat ze dat uit die kwartaallevering halen. Precies. En de volgende kwartaal denk je, ach, ik moest nog had bellen. Ik. Ja, ik zou nog bellen. Nou ja, goed, en je hebt weer een hypo of een pompwissel. Anyway, je bent het weer vergeten. Maar misschien is dit dan even een mooi momentje als je even bij jezelf te raden gaat van, hé, wacht, staat er iets in mijn kwartaalbestelling wat ik eigenlijk niet meer nodig heb? Doe dan even een belletje, want weet je wat het gewoon is? Zodra het uitgeleverd is, kun je er dus niks meer mee. Je kunt het niet terugsturen, ze mogen het niet opnieuw uitleveren. En dat is natuurlijk ook reuze zonde. Dus, nou ja, even een reminder om, ja. om even in de telefoon Ja. te klimmen als het jou ook gebeurt. En misschien een mooi haakje ook naar dat stukje dat, dat als, je in die, als je de diabeteslader een keertje gaat uitpluizen en de dingetjes eruit haalt die je niet meer gebruikt. We lazen natuurlijk ook wel eens dat mensen zeggen, ja, wie kan ik hier mee blij maken, hè, op Facebook groepen, want anders gooi ik het weg. En dat is natuurlijk ook doodzonde, want er zijn natuurlijk landen waar dit fantastisch naartoe kan gaan. Dus hoe mooi zou het zijn als we ook strakjes in het verlengde in deze maand spullen centraal gaan verzamelen en shippen naar landen waar mensen daar echt om zouden springen. Bijvoorbeeld met Insulin for Life. Ja, juist. Ja. Yvonne zegt het al in de comments. Er is volgens mij een stichting die de spullen naar het buitenland stuurt. Klopt, dat is Insulin for Life. En ik vind het heel tof om te melden dat we ook met hen in gesprek gaan. Zet hem alvast in je agenda. Kan er maar niet vroeg genoeg in staan. Maandagavond 5 juli praat ik met Jasper en Cathy van Insulin for Life. Omdat zij herkenden dit probleem trouwens ook. Hè? Sowieso ook die plastic diabetessoep. Want zij zeiden ook, wij krijgen bijvoorbeeld ook heel vaak, we kunnen superveel spullen gebruiken, hè? Insuline, maar ook andere dingen. Maar we krijgen ook heel vaak spullen die ook wij niet meer kunnen gebruiken. Waardoor ook wij weer een soort afvalbedrijf worden, wat natuurlijk ook niet de bedoeling is. Dus ik vind het heel tof. Ja, 5 juli op een maandagavond ga ik met hen in gesprek, zodat zij ook meer kunnen vertellen wat die stichting doet, waar die spullen dan terechtkomen. En ja, het is ook heel mooi om daar weer die samenwerking in op te zoeken. Ja, want daarin zit ook een stukje behulpzaamheid. Ook naar buiten toe, efficiëntie en ook het helpen van het milieu. Maar het lijkt mij echt fantastisch als we ooit een grote levering kunnen doen naar een land waar heel veel producten naartoe zouden kunnen gaan. In plaats van dat het op Marktplaats belandt of op een Facebookgroep of weggegooid wordt in een prullenbak. En dus dat we bezig zijn met het vervuilen van het milieu. We kunnen daar echt mensen mee helpen. Dus daarin, dat lijkt me echt fantastisch om te doen. Ja. Ja, dus er, ja, er staat veel te gebeuren deze maand. We willen het echt het onderwerp gewoon breed aanpakken. Nou, daarvoor hebben we straks al jullie foto's en filmpjes nodig van al die troep. Maak maar eens een foto als je één infuuswissel hebt gedaan. En deel die gewoon. En tag even Diabetes Plus. En dan gebruik je de hashtag Plastic Diabetes Soep. Dan zien we alles binnenkomen. En ja, daarmee, weet je, hoe meer mensen dit gaan doen, hoe meer aandacht we kunnen vragen voor het probleem, hoe meer we ook aan de industrie kunnen laten zien, kijk, jullie moeten echt iets doen. Of laat ons zien wat je al doet aan duurzaamheid. Ja. Zodat we in elk geval daar, dat we daar ook weer blij van worden. En wat ik zelf ook nog een hele toffe vind, is dat we in deze hele brainstorm en de aanloop naar deze actiemaand uitkwamen bij Stichting de Noordzee. En Stichting de Noordzee zorgt voor schonere stranden. En waar natuurlijk die hele plastic soep eigenlijk vandaan komt, dat hele begrip. En ook met hen gaan we in een call. En dat wordt ook echt heel erg tof. Want we gaan daarin ook kijken of we niet iets samen kunnen doen om een stukje strand schoon te maken. Dus dat we gewoon, weet je, wij kunnen er niks aan doen dat die stranden vies zijn. Wij kunnen er ook niks aan doen dat ik hier na 2 weken al een halve emmer vol met troep heb. Maar we kunnen wel ons maatschappelijke belang, gewoon onze verantwoordelijkheid nemen. Een steentje bijdragen. Ja, want hoe gaaf zou het zijn als we straks met alle type 1'ers een moment uitkiezen in Nederland. Een klein beetje, dragen we toch bij. Ik ben hartstikke dankbaar dat de spullen er zijn. Maar als we op die manier iets terug kunnen doen, is het natuurlijk prachtig. Ik ben trouwens wel heel benieuwd, hè, want jullie net die sensor zien. Wat voor anderen, zeg maar, een soort van terugkerend iets is waar je
steeds denkt van, oh ja, dit vind ik zo zonde om weg te gooien. Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Iedereen zit zo in zijn Ja. eigen. Jij hebt het heel dus sterk met die sensor. Het is echt een joekel van apparaat. En de ander denkt weer misschien, oh ja, ik gooi steeds een handleiding weg. Of ik gooi een. Ik weet niet, maar ik ben heel benieuwd waar ligt jouw focus? Dus ik ben heel benieuwd Laat hoe. even de comments weten als je al Ja. denkt van, oh ja, dit is echt, heb ik elke keer de Omnipod, Kim. Ja, Ja. herkenbaar. Maar ook dat, ik weet niet, Kim, of jij dat herkent. Ik gebruik de Omnipod bijvoorbeeld al heel lang. En in het begin zaten daar recycledoosjes bij. Kon ik ze fijn allemaal indoen. En na 3 maanden waren die vol en dan stuurde ik die op. En die zitten er nu niet meer bij. Maar nu hadden wij toevallig vorige week een gesprek met Insulet. En ik hoop dat zij dus volgende week ook aan kunnen sluiten. En toen werd wel even genoemd, ja, om die Omnipods, die kunnen worden gerecycled. Toen dacht ik, hè? Wacht, maar hoe kan het dan dat ik dat niet weet? Dus blijkbaar kan dat nog steeds. Maar ja, de hoe, wat en waarom en wanneer en waar moet ik dat dan naartoe sturen, die heb ik even helemaal gemist. Dus, en dat bedoel ik precies met, er wordt misschien wel veel meer gedaan dan wij weten, maar Juist. Maar laten we ja. dat komt ook hier geven we natuurlijk daar ook een podium voor. Hoe mooi is het om straks te weten dat een bedrijf een boom plant voor elke, maakt niet uit wat. Of dit een aanzet is om dat te gaan doen. Of om Ja. te leren dat ze wel achter schermen daar rekening mee houden. Of ook die bewustwording er is van ja, maar waarom? Hè, we zitten natuurlijk in een bepaalde legal procedure, maar we zitten in een hele digitaliseringsslag. Is het nou nog wel echt wel nodig dat die handleiding in 80 talen er is, maar kunnen we niet verwijzen naar een website? Hè, dat je dat een keer moet aanvinken, dat je ervan bewust bent en dat dat ook al goed is of zo. Ja, Hè, er precies, zijn dat je. een workaround, een andere manier van. Hè? We kijken natuurlijk heel erg naar. We maken natuurlijk tempo op die digitaliseringskant. Dus ik ben heel benieuwd waar dit ja, ook naartoe gaat in de industrie. Weet je, Industry Ja. 4.0 Live of met elkaar zo'n dag dat we. Ja, laatst zag ik ook nou ja, toen de Nationale Opruimdag er was. En ik zie de mensen hier aan de sloot met een. Ja, fantastisch. Gewoon, je bent ook Ja. we moeten bewegen. Elke dag, dus waarom combineren we dat niet? En dan zijn we toch allemaal Ja, heel fijn zeker. bezig, ja. Zeker. Ik ga even scrollen door de antwoorden. Oh. Wat mensen het meest irritant vinden aan de afval die teweeg brengt. Nou, Kim zei al de Omnipod en inderdaad ook die Dexcom-inserter. Yvonne zegt de volledige voorgevulde prikpen. Eens even kijken. Teststrips, flacons. Oh, oh wacht. Niet dat ik dadelijk weg ben uit de call. Dat zou een beetje jammer zijn. Het is een beetje best wel moeilijk scrollen. Ja, ik De lees dit. sensorapplicator. Ja, Kim zegt ook, oh, dat heb ik niet meer meegekregen. Dat gaat volgens mij over die Omnipod recyclen. Ik ga daar even achteraan. En ik hoop dat we het volgende week live aan Insulet kunnen vragen, Kim. Ja, misschien kunnen we een soort van top 3 of 5 startjes krijgen met waar we het meest Ja, over precies. struikelen. En ik weet niet hoe ik überhaupt die FSL's moet afvoeren. De hele verpakkingtoestand ook. Ja, het speelt echt wel. Mensen vragen zich ook echt daadwerkelijk af. En ik heb het met die Omnipod ook. Weet je, er zit een batterij in. Er zit een printplaat in. Ja, dat moet toch. En dat is met die FSL toch ook. Ik bedoel, het is maar heel klein, maar er zit wel heel veel in. Nou ja, misschien moeten we Evert een keer uitnodigen om daarover te praten in de volgende. En Ja. ja, het is toch heel goed om de industrie daarbij te betrekken. Daar ben ik heel. Zeker. Oh, nou, sorry, ik ben nog even aan het scrollen of er nog iets voorbij komt. Maar super fijn, dank voor al jullie reacties. Dat is echt ja, hoe je dingen weg mag gooien. Ja, dat is de vraag, hè? Wij gaan antwoorden ophalen op al die vragen. Dat lijkt Ja, me dat een is het. goede voor de komende maand. De interactie opzoeken. En met elkaar weer het verschil maken. Hè. Dat zit hier natuurlijk ook weer in. Hè. Het is die verbinding en die behulpzaamheid. En met elkaar ja, we grote stappen maken. Ja. Ik denk ook dat het, als ik ook. Het is ook echt van vandaag, het milieu. Hè. Het voorbeeld van Shell is natuurlijk Zeker. een hele Ja. belangrijke stap geweest. En dit is natuurlijk ook goed. Ik denk dat iedereen, nou ja, dat is misschien een aanname die ik doe.
Maar alle diabetes, als je ermee bezig bent, dan moet het wel een keertje in je gedachten voorbij zijn gekomen. Dat je denkt, oh, en ik gooi het weer weg. En dat ebt dan weer heel snel weg. Maar telkens, als ik even voor mij spreek, elke keer als ik die wissel doe, en daar ben ik heel blij mee dat ik die kan doen, en dat het allemaal goed geregeld is. Maar dan loop ik weer naar de plastic band en hop, en dan gaat er echt een handvol, gaat daarin. Ja. En dan is het bijvoorbeeld niet alles wat je wisselt, hè? Want bijvoorbeeld is de ene keer is het alleen de canule, en de andere keer is de canule plus het hele infuus gedeelte. Maar soms doe je alleen die canule wissel, en dan gaat dat eigenlijk, het slangetje gaat zomaar, de prullenmand. Ja, zonde. Ja, ik zie hier ook iemand die zegt hetzelfde met de naaltjes. Die apotheek neemt ze niet terug, dus ik doe ze maar in de prullenbak. Ja, ik heb hier wel nog steeds een naaldencontainer staan. Heb jij die ook? Nee. Oh, nou kijk. Dat ik die nooit heb gehad ook? Oh, echt? Echt nooit gehad. Nee, echt niet. Dus jij hebt ook altijd je naaldjes gewoon weggekieperd? Ja. Oh. Nee, ja, ik heb in dus de echt nog een naald. Kijk dit ook, hè? Ja, nee, ja. Dit komt op de tijdlijn. All over. Komt nooit meer, komt nooit meer vanaf. Nee. Nee, maar ik heb altijd een naaldencontainer. En toevallig ging Remco afgelopen zaterdag naar de Milieustraat. En hij nam dus weer naaldencontainer van mij mee. En toen zei hij, oh, ik heb nog twee lege meegenomen van zo'n joekels. Terwijl ik heb nu echt alleen nog maar één keer in de drie dagen een heel klein naaldje wat erin hoeft. Dus voorheen ging dat natuurlijk echt met bakken. Ja, echt in de naaldencontainer. En dan inleveren bij de Milieustraat. Dus daar kun je je naalden naartoe brengen, mensen. En daar kun je dus ook lege naaldencontainers halen. Hey. En ik kan ze ook bij mijn bestelling, kan ik gewoon naaldencontainers bijbestellen. Dus dit is wel weer even een tip van de dag. Dit is toch wel... Hè? Nou, zo zie je, we leren nog altijd, hè? Elke dag weer. Ja, ja precies. Dat is echt waar. Hebben we nog kijkers die ergens heel erg over struikelen met dingen die ze gebruiken? Ik ben even aan het kijken. Yvonne kende dat ook van de Milieustraat. Nico zegt, ik mag alles wel inleveren bij de apotheek. Nou, credits voor jouw apotheek, Nico. Ja, en de Milieustraat. Nou. Ik ga bij mezelf echt... Eén keer in de 18 jaar een naaldencontainer en verder altijd in de prullenbak. Oh, nou ja, nu weet je dat het gewoon weer kan op die naaldencontainers. Dus hebben we misschien toch alweer iets bijgedragen aan een beter milieu, toch? Precies, precies. Alleen al door hierover te praten. En als we dan ook nog eens een keertje met de industrie daarover in gesprek zijn en dit gewoon breed neerzetten. En straks met een leuke top 3 en met Stichting Noordzee en met Insulin for Life. De spulletjes als we zeggen, joh, we gaan... Als we toch praten over een soort van nationale opruimdag. Dat we er maar een nationale diabetes laden opruimmiddag van maken. Ja. En alles gewoon verzamelen. Waarvan je denkt, ja, dat gebruik ik toch niet meer. Ik deed hem open en ik heb een insulinepomp. Heb ik al een lange tijd. Maar toen ik de pennen had. Dus nu nagaan. Ik ben al aan mijn derde termijn insulinepompen bezig. Dus dan kun je uitrekenen. Over het termijn gaan we het nu ook niet hebben. Maar dat gaan we ook nog even adresseren. Ik heb nog steeds zo'n koeltasje, zo'n frio heette dat. Ja, maakt niet uit. Dan moest je onderdompelen in het water. En dan zetten zeg maar die dingetjes uit en dan bleef je insulinepen koel. En die ligt daar dus ook nog steeds in. Dus eigenlijk ben je ook een beetje, althans ik ben toch een beetje voorzichtig. Je bewaart heel veel. Ja, of je bent gewoon een museum aan het aanleggen. Dat kan natuurlijk ook. Het laatste. Weet je nog, vroeger. Nee, maar dat is echt... maar er liggen dus heel veel dingen die niet meer gebruikt worden. In essentie. Ja. Maar prima nog een tweede leven kunnen krijgen. Even los van... ik heb ook nog heel veel dozen met naaldjes. En die heb ik altijd gewoon bewaard. Waarom? Ja, Joost mag het weten. Maar die mogen van mij. En ik denk dat heel veel mensen dit gaan herkennen. Ik heb ook dus allemaal van dat soort dingen in mijn laden. En laten we nou eens één centrale plek creëren. En ik hoop echt van harte dat dit gaat lukken. En dat we dan gaan uitkiezen naar welk land en hoe. En hoe kunnen we dat qua infra regelen en logistiek. En dat we het die kant op krijgen. Lijkt me echt briljant. Maar dat doet Insulin for Life. Dus bewaar al je vragen even tot 5 juli. Ja, we zijn hen stellen. Doe ik. Ga ik zeker doen. Hé, maar ik vind dat we hierbij officieel de plastic diabetes soepmaand voor geopend kunnen verklaren. En ja, Ja, pak die emmer, pak die tas, die krat, die doos. Ga al die spullen verzamelen. Houd ons op de hoogte wat je allemaal
verzamelt. Maak foto's, tag ons. En laten we de komende maand op een goede manier heel veel aandacht hiervoor gaan vragen. En ja, wat ik al zei, we gaan de verschillende partijen erbij betrekken. En dit is even op de kaart zetten. Ja, en wat ik ook heel gaaf vind, is dat het speelt bij iedereen. Dus het is niet zo dat het alleen bij ons speelt, maar het speelt dus ook bij fabrikanten en bij andere partijen. En dus het is ook wel echt dat moment ervoor. Dus het nu samen. Ik heb een hele grote doorzichtige boodschappentas die je bij online leveringen krijgt. Dat is echt een joekel van zo'n tas. Die heb ik klaargehangen en daar ga ik het allemaal in doen. Daar kun je een mooie foto van nemen. En ik ben zelf ook benieuwd hoor, wat ik verzamel. En ook de verpakkingen van de jelletjes, wat je zei, Ja, de dextroflesjes, vergeet je hypovoer niet. Ja. Die zorgen wel voor wat ruimte in de tas. Tikt wel aan, ja, misschien wordt het zeker. Een tweede tas. Ik weet het nog niet, maar ik vind het echt heel gaaf. Gaan we doen. Thanks, Cas. Thanks, Loes. En iedereen die kijkt. Lieve mensen, tot de volgende. En nou, je mag hem uitzetten. Ik mag uitzetten. Nou, toen ik hem aankondigde, heb ik gezegd dat dit de eerste keer is dat ik dit doe. En met veel plezier overigens. Ik krijg er eigenlijk best wel iets blij maar op te zeggen. Nee, ik kom heel graag terug. Maar wel dat ik hem uit moet zetten. Dus ik moet even kijken waar dat dan zit. Maar dat gaat goed komen. Ik zal even zwaaien. Dan kun jij rustig je knopje zoeken. Ja. Jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Hele mooie dag verder. Een mooie week. Het gaat warm worden, dus het zal misschien een beetje corrigeren zijn her en der. Of opletten. Of misschien wat extra dextro's gebruiken. En die tas die komt wel vol aan die doos. En doe mee. Dit is een belangrijk onderwerp om het milieu voor de volgende generatie een beetje te helpen. Dus geniet van de week. Maak er een hele mooie week van. En Loes, wij spreken elkaar vast over een uur. Zie je gauw weer. Doei, doei. Hele mooie dag. Doeg. Doeg.